Welkom bij Indisch Ondernemen, een initiatief van Indische Roots. Mijn naam is Joyce Bekker en vandaag heb ik in de uitzending Naomi Franken. Ze is coach, dichter, theatermaker en derde generatie Indo. Haar passie is mensen coachen bij levensvragen. Daarnaast is ze medeoprichter van Indisch Goud, die systemische coaching aanbiedt. En heeft ze samen met Leon Kempees de Spekkoekkaartenset ontwikkeld. Nou, waar deze bezige bij haar energie en inspiratie vandaan haalt, gaan we haar vragen. Naomi, van harte welkom in de uitzending. Hartelijk bedankt, Joyce. Naomi, de eerste vraag is wat ik aan iedereen ook stel. Waar komen je ouders en je grootouders vandaan? En meteen daaraan gekoppeld, hoe hebben ze het gehad tijdens de oorlogsjaren? Nou, mijn moeder is geboren in Den Haag. Dus dat is een Hollandse vrouw. Ze heeft een Friese moeder en een Amsterdamse vader. En mijn vader is geboren in Bandung, Indonesië in 1953. En beide ouders komen daar ook vandaan. Mijn vader is dus na de oorlog geboren. Mijn opa en oma waren jong in de oorlog. Mijn opa zat ook bij het KNIL. Mijn opa heeft in een Jappenkamp gezeten. Daar vertelde hij wel over, maar dan vooral eigenlijk de mooie verhalen. Dus hij was ook muzikant, naast dat hij KNIL-militair was. En hij vertelde altijd dat hij dan voor zijn maten, dat hij muziek speelde voor de jappen. En dan kreeg hij eten en dat deelde hij dan met de andere mensen in het kamp. Hij heeft aan mij dus niet verteld over de gruwelijkheden. Heeft hij aan zijn zoons wel verteld, dus aan mijn vader en zijn broers, dat hij ook wel echt onthoofdingen heeft meegemaakt van zijn maten. Dus dat is wel heel heftig. Ja, wat vertel verder. Ja, en ik denk dat voor mijn opa was het wel goed dat hij praatte. Dus je merkte daardoor dat hij best wel vrij was nog van al het trauma, omdat hij nog wel erover praatte. Mijn oma praatte eigenlijk niet daarover. Het is ook nog steeds een beetje vaag waar zij heeft gezeten. Als het goed is bij vrienden van haar ouders. Die hadden een boerderij en is ze daar ondergedoken geweest. Maar zij zei daar eigenlijk niks over. En als je daarbij in de buurt kwam, dan merkte je ook in haar gedrag dat niet gewenst was. Dus dan draaide ze zich af en dan ging ze heel hard de pannen schrobben, bijvoorbeeld. Maar gewoon, je merkte gewoon van, oh wacht, dit is een onderwerp waar we niet aan mogen komen. Dat wist je woordeloos, dat je dat niet moest doen. En ik hoorde wel later dat zij ook in de Bersia-periode, dat zij wel heeft gezien toen ze de hond aan het uitlaten was, dat er mensen werden geëxecuteerd. Dus ook daar zit wel. Ze hebben veel gezien en meegemaakt wat dat betreft, ja. Ja. En Naomi, wanneer is je Indische familie naar Nederland gekomen en waar was dat en hoe ging dat? Wat weet je daarvan? Ja, dat weet ik inmiddels, weet ik dat. Maar ook dat was heel lang in nevelen gehuld. Er werd gewoon niet over gepraat. Want mijn vader zei ook van, ik wil niet terug naar Indonesië. Want dat was pijnlijk. Wij zijn daar weggestuurd, dus dat is pijnlijk. Ze zijn in 1961 zijn ze naar Nederland gekomen. Eerst mijn oma en haar drie zoons. Want er waren toen nog drie kinderen. Twee oudere broers. En mijn vader was de derde. En ze zijn weggegaan omdat het eigenlijk niet meer veilig was. Dus de situatie werd steeds onveiliger. De buren werden ook vermoord, geloof ik. En dus zijn zij teruggegaan eigenlijk om betere kansen te krijgen. Mijn opa is later gekomen, want die zat bij het Indonesische leger toen ondertussen. En die mocht niet zomaar weg. Dus die is later via een hele constructie weer teruggekomen. Ze waren in eerste instantie niet welkom in Nederland, want de vraag was of ze een Nederlands paspoort hadden. Dus ze zijn eigenlijk via Genua, dus via Italië, via Zwitserland naar Duitsland gegaan. Dus in eerste instantie zijn ze in Duitsland terechtgekomen, zijn ze opgevangen. Toen in Duitsland bleek uiteindelijk dat ze wel degelijk Nederlandse paspoorten hadden. Omdat mijn opa en oma in eerste instantie na de onafhankelijkheid wel teruggegaan waren naar Nederland. Maar heimwee hebben gekregen en weer teruggegaan naar Indonesië.
Oh ja. hadden ze Nederlandse paspoorten. Dat is een hele gekke constructie eigenlijk. En toen waren ze wel welkom. Ze zijn toen in contractpensions terechtgekomen en uiteindelijk in best beland. In West-Brabant. Ja, Brabant, Ah, ja. 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 Ja, daar is mijn Hey, vader opgegroeid. en wanneer is Naomi geboren? Ik ben op 9 mei 1983 geboren in het Bennekomse ziekenhuis. Ja, de Veluwe. Ja, en hoe zag of hoe ziet jullie gezinssituatie eruit? Mijn gezin van herkomst, zeg Ja, maar. van herkomst, ja. Ja. Nou, ik heb een oudere broer en een oudere zus. En ik ben de derde, de jongste dochter. Bij ons thuis was het niet per se Indisch. Mijn vader is eigenlijk best wel ver van zijn familie weg gaan wonen. En we zijn eigenlijk best wel Hollands opgevoed ook, wat dat betreft. Hoewel er wel heel veel Indisch werd gekookt. En de hele huis stond vol planten en vol Indonesische beelden die mijn moeder dan weer naar binnen sleepte. Niet mijn vader, hè? Mijn moeder deed dat. Dus ja, zo ben ik eigenlijk een beetje opgegroeid. En Ja. hoe heb jij je jeugd ervaren? Mijn jeugd in het algemeen of in het Indische systeem, zeg maar. Ja, algemeen en dan inderdaad met name waren er Indische invloeden waar je tegenaan liep of wat juist heel fijn voor je was? Ja, nou ja, ik denk wat ik me heel goed kan herinneren is de familiebijeenkomsten. Die waren altijd wel heel erg fijn. Er was ook spanning, maar het was ook heel fijn. Dus we hadden sowieso altijd. Mijn oma's verjaardag was heilig. Daar kwamen we gewoon echt met z'n allen naartoe. En dan werd er ook veel, werd er gebarbecued. Nog altijd saté op de barbecue. We stonden met z'n allen overal. Ja, dat was altijd heel erg gezellig. En dan gingen we gewoon met de neven en nichten gingen we gewoon op pad. Dan gingen we lekker naar de speeltuin. En dan, dus dat kan ik me vooral heel erg van de Indische familie herinneren. Gewoon het gezellige samen zijn. En tegelijkertijd dat er heel veel gedoe was onderling. Maar op zo'n verjaardag merkte je daar niks van. Dus op zo'n verjaardag was het allemaal, ah, het gaat allemaal goed en iedereen is blij. Maar in de onderstroom merkte je wel van, oeh, dat is dat. Die en die, dat gaat niet helemaal goed samen. En van, oh, dan moeten we maar eventjes een beetje zo omheen bewegen. Dus dat kan me vooral heel erg herinneren. Nou ja, typisch Indisch. Ik denk, waar ik later bijvoorbeeld achter kwam, is dat mijn vader, als je die vraagt dan, papa, wil je iets eten of wil je iets drinken? Zegt hij, nee hoor, hoeft niet, hoeft echt niet. En dat je het dan 4 keer moet vragen. En dan pas zegt hij, nou, vooruit dan maar. Terwijl je weet eigenlijk van hij heeft dat al die tijd, heeft hij gewoon dat gewild. Wat En zit er ik dan merkte, achter? ja, gewoon dat bescheidene, dat niet te veel willen zijn, weet je wel? Gewoon je op de achtergrond houden, je niet te veel nemen. Dus vooral geven, maar niet het nemen. En ik merkte later dus, toen ik mijn vorige partner, zeg maar, de vader van mijn kinderen. Dan vroeg ik ook meerdere keren dingen aan hem van, wil je nog wat eten? Wil je nog. En dan zei hij, maar Naomi, als ik dat 1 keer zeg, dan is dat wel genoeg. Dan is het toch gewoon nee is nee en ja is ja. Maar ik was niet gewend dat nee nee was en ja. Want meestal zat er nog iets onder en dat moest je dan eerst uitfilteren voordat je wist wat iemand nou echt daadwerkelijk wilde. Dus dat hele. We zeggen wel eens indirect, zeg maar. Dus niet indirect, maar indirect. Ja, Dat mooie naam. hele, Ja. ja, die hele indirecte manier van communiceren. Dus niet zeggen wat je wil, maar er zo vaag omheen bewegen om te krijgen wat je uiteindelijk wil. Dat Herken je dat vind ook in jezelf? ik. Dat. Ja. Ja, natuurlijk herken ik dat in mezelf. En ik vind het ook niet per definitie. Mijn leukste eigenschap, maar het is wel iets wat ik zo heb aangeleerd gekregen om gewoon een beetje zo ergens omheen te bewegen, om te kijken wat iemand nodig heeft en daarop aan te passen. Dus het aanpassen, hè, dus echt die assimilatie. Je zo aanpassen dat die andere tevreden is, zodat je je fijn voelt. Dat, ja. Ja, dus eigenlijk ook het willen pleasen. Ja, het is heel erg willen pleasen. Het is heel erg ook. Wat ik ook merkte is, ik dacht altijd dat ik me overal heel erg thuis voelde, bijvoorbeeld.
Maar waar ik later achter kwam, is dat ik me helemaal niet zozeer thuis voelde, maar dat ik mezelf had aangeleerd om in groepen bijvoorbeeld, om heel goed aan te voelen wat er nodig was in zo'n groep, me daarop op aan te passen. Nou, dan word je natuurlijk lief en aardig gevonden. En dan kan je wel redelijk ontspannen. Maar het is in eerste instantie is het dat eerst dat scannen en dat kijken van even aan van de zijkant kijken van hoe zit het. En dan pas erin gaan en meebewegen. Dus heel erg meebewegen. En ik merkte pas eigenlijk op zo'n Indo-weekend, wat wij nu ook met Indisch Goud organiseren, maar wat eerst door Hilbrand Westra werd gedaan, daar merkte ik pas van, goh, oh, dit is het om me echt thuis te voelen. En om me echt verbonden te voelen. En om gewoon rustig in je lichaam te kunnen zijn en niet zoveel te hoeven moeten. Dus het is Ja, toch. en heeft dat voor jouw gevoel ook echt te maken met veiligheid, dan wel onveilig voelen? Dat daar eerst een periode en aan vooraf gaat en dat je eerst je veilig mag voelen in een bepaalde setting, dat je je dan Ja, weer veilig. aanpast? Ja, ik denk zeker dat zit eronder natuurlijk. Het Ja. thema veiligheid en onveiligheid zit er altijd onder. En ik denk, ik merk nu ook aan mezelf dat het soms oké is om me onveilig te voelen. Dat ik daar best wel oké mee ben ook, als dat gebeurt. Maar inderdaad, het aanpassen is een manier om veiligheid voor jezelf te creëren. Ja. Maar de vraag is of dat goed is voor jezelf natuurlijk. Ik heb zo langzamerhand wel gemerkt dat het om volledig trouw te zijn aan mezelf, aan wie ik in de kern ben, en ook een authentieke verschijning wil zijn, ja, is dat aanpassen, is niet, is, ja, dat is een masker eigenlijk. Dat dient niet, dat dient mij niet eigenlijk. En de mensen om je heen uiteindelijk ook niet, hè? Dus, want hoe. Precies. Ja, want wat voor verbinding maak je dan? Als je jezelf niet volledig laat zien en als je je altijd maar aanpast, dan weten mensen niet wie jij echt bent. En hoe kunnen ze dan echt verbinden met jou? En hoe kunnen ze dan begrijpen wat er in jou leeft? Dus, Ja, mooi. Je ja. bent uiteindelijk ook zelfstandige geworden. Zaten er Ja. in jouw familie ondernemers? Nou, niet zoveel eigenlijk. Dat was eigenlijk. Mijn vader was echt. Die heeft. Nou, hoe lang heeft hij? 40 jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt, denk ik. Nee, is dat waar? Lang. Gewoon echt heel lang. Heel trouw. Gewoon één bedrijf. In loondienst, ambtenaar. Hij is wel van gemeentes gemisseld. Maar die was gewoon enorm van. Oké, ik zit hier goed. Van ik blijf hier. Een soort verankerd bijna. Mijn oom was wel ondernemer. Mijn oom had een eigen tekenschool. En mijn opa had een eigen muziekschool naast zijn gewone werk, maar dat was naast zijn werk. Dus Ah. ik heb niet veel voorbeelden. Nee, Maar niet direct in ieder geval. wel die creativiteit en die muzikaliteit, Ja. dat zit echt wel in jouw familie. Ja, dat zit echt heel erg in mijn familie. Iedereen tekent, iedereen. Er zijn heel veel mensen die schrijven gedichten. Nou ja, muziek wordt er gemaakt, inderdaad. Ik mezelf was dan ook van het theater maken, dus van bewegingstheater. En ik denk ook dat in de Indische gemeenschap. Er wordt zo weinig gepraat, maar het is wel nodig om expressie te geven aan wat je diep van binnen voelt en ervaart. Ja. En dat daarom kunst en muziek en poëzie en dans en beweging, dat zo belangrijk is om gewoon wel te ontladen ook, weet je wel? Om die druk van de ketel af te halen. Want er zit zoveel druk en spanning. Dus ja, daar ben ik absoluut mee opgevoed, ja. Ja, ik geloof zeker dat dat een uitlaatklep is, een hele mooie uitlaatklep, kunst in welke vorm dan ook. Maar jij maakt ook gedichten en heeft dat altijd een bepaald thema? Of waar maak jij zoal gedichten over, Naomi? Ja, waar maak ik zoal gedichten over? Ik maak gedichten over wat er diep van binnen op dat moment leeft. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen pijnlijke, verdrietige dingen zijn waar ik mee worstel. Daar doe ik het wel vrij goed op als dichter.
Dus dan is het echt expressie geven aan wat in je leeft. Dus dat is echt ontladen. Maar ik heb ook heel veel gedichten gemaakt over systemische thema's. Ja, en over juist de leuke dingen, hè? Dus juist over verlangen en over passie. En wat er in je beweegt qua positieve dingen ook. Dus eigenlijk, ik schrijf gedichten over wat er diep van binnen in mij leeft. En wat er in mij beweegt. En wat naar buiten wil komen. En het grappige is eigenlijk dat heel vaak ontstaan die gedichten ook. Dus ik heb soms gehad, dan was ik aan het wandelen buiten met de hond. En dan had ik ineens, kwam er een gedicht naar boven. En dat lijkt wel een soort van door mij heen te stromen. En dan moet ik het ook op dat moment opschrijven, want anders is het weg. Ja. Ik heb ook gedichten geschreven voor systemische evenementen die we zelf organiseerden. En spoken word. En dan stem ik me eigenlijk ook een soort van af op de groep en op dat weekend. En dan, ja, meestal hangt het dan samen met wat er ook in mij beweegt. En dan schrijf ik dat op. Dus dan... En dat grappige is ook dat het heel vaak de thema's die dan in mijn gedicht komen, die komen dan in het weekend, komen ze ook steeds langs. Dus dat is ook, dat is heel bijzonder, ja. Ja, en jij bent zelfstandig coach, ben jij geworden. Ja. Ja, dat levert de mensen een en ander op. Want levensvragen, zei ik al in de inleiding, dat je daar vooral je passie in vindt. Maar ik noem het woord al passie, maar wat levert het jou op om mensen te helpen met hun levensvragen? Wat levert mij op? Dat is een interessante vraag, inderdaad. Of anders gesteld, wat bezielt je? Is dat een innerlijke drive? Of hoe zou je dat willen omschrijven? Nou, ik denk dat toen ik voor het eerst met systemisch werk in aanraking kwam, met familieopstellingen en persoonlijke coaching, dat ik gewoon echt in mijn botten wist dat ik dat te doen had. Dus dat ik dacht van, maar dit is zeg maar waar ik voor geboren ben. Dus ik heb altijd al van nature gehad dat ik mensen, dat ik goed kan luisteren, dat ik me goed kan inleven in mensen. En eigenlijk het coachen zit in mijn bloed wat dat betreft. Dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. En ook dat ik mensen begeleid in zeg maar transformatieprocessen. Dat is iets heel natuurlijks voor mij. Dus eigenlijk is het gewoon dat ik weet dat ik dat te doen heb. En dat ik ook merk dat het gewoon, ja, dat ik bij mensen iets in beweging kan zetten. Iets waar zij mee spelen. Dus het gaat uiteindelijk wel om de coachee, hè? Dus het gaat niet om mij daarin. Het gaat wel om dat zij ergens mee zitten. En dat ze vastlopen in iets. Dat ze vastlopen in bepaalde patronen van zichzelf. Maar of van voorouders. En dat ik dat zichtbaar en hoorbaar maak. Zichtbaar maak door middel van gesprekken, maar ook door middel van familieopstellingen, door middel van opstellingen met vloeranker of poppetjes. En door het zichtbaar te maken, worden ze bewust van wat eerst onbewust was. En dan kan er ook een beweging plaatsvinden waardoor ze vrijer kunnen bewegen, waardoor ze meer in verbinding kunnen komen met wie zij in de kern zijn en wat zij te doen hebben. Dus uiteindelijk gaat het me denk ik daarom, van je verbinden met waar je vandaan komt, dus met je oorsprong. Dus zowel met de landen van oorsprong, maar ook met je voorouders. Daar komt een enorme levenskracht uit, van achter naar voren. En die levenskracht en die potentie die daarin zit, die kan je ook weer doorgeven aan je kinderen. Dus ja. Waar gaat het mij om? Het gaat er mij om mensen te verbinden met wie zij in het diepste van zichzelf zijn, vanuit hun juiste plek in het familiesysteem, van hun juiste plek in het gezin, hun juiste plek in de maatschappij, zodat ze hun volle potentie kunnen leven en de beweging kunnen maken die zij te maken heeft en die bijdrage kan leveren aan de wereld. Ja, Dus. en als we het dan specifiek hebben over Indisch goud, hè, wat zie jij daar zelf gebeuren? Want jullie zijn nog niet zo gek lang bezig. Welke leeftijden? Zijn het vrouwen vooral of ook mannen? Hoe zit dat? Ja, dat is grappig. Er zit verschuiving in gaande. Wat we in eerste instantie vooral zagen was tweede generatie vrouwen. Die kwamen vooral eigenlijk naar onze evenementen toe. De derde generatie kwam ook
later daarbij eigenlijk. Dus die zie je ook steeds meer komen. Ook in eerste instantie de vrouwen. Het laatste weekend waren er een aantal mannen. Maar dat was in eerste instantie derde generatie man. En wat we nu zien gebeuren is op een volgende opstellingsdag dat er steeds meer mannen komen. Maar die hebben iets anders nodig dan waar vrouwen zich heel snel inschrijven voor een evenement. En zich gewoon aanmelden. Zie je bij de mannen dat ze vaak iets meer nodig hebben. Die hebben eerst persoonlijke gesprekken nodig bijvoorbeeld. Of meer even spreken aan de telefoon om te kijken van... Goh, wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mijn gezin? Wat betekent dit voor mijn familie als ik dit ga doen? Dus die hebben veel meer uitleg nodig. Terwijl de vrouwen zie je er vaak meer gewoon... Die gaan er gewoon in, die stappen er gewoon in. Op gevoel misschien wat meer. Ja, meer op gevoel. En de mannen willen het mentaal ook gewoon. Dat moet ook hier, moet het ook goed zijn. Ja. Ja, en wat hebben die mensen, ook de verschillende generaties... en misschien ook onderscheid tussen man en vrouw... wat hebben ze nou wezenlijk nodig in jouw beleving? Wat ze wezenlijk nodig hebben... is verbonden zijn met hun oorsprong. Met al de facetten van hun oorsprong. Dus zowel met het Indonesische, als het Indisch-Nederlandse, als het Nederlandse. Als wat er dan ook door hun bloedgroep stroomt. Ze hebben zich te verbinden met hun voorouders, maar daar niet aan gebonden te zijn. Wat we vaak zien is dat mensen zich verstrikken eigenlijk met hun voorouders. Dus dat ze eigenlijk dingen dragen van hun voorouders die niet bij hen horen. Dus ze zorgen eigenlijk voor de ouders. Terwijl in principe is het zo, ouders zorgen voor hun kinderen en geven het leven door aan kinderen. Dus op het moment dat kinderen voor hun ouders dingen gaan dragen, dan dat stroomt niet. Want het leven stroomt van achter naar voren. Het stroomt niet. Dus dan ben je eigenlijk verstrikt met het lot van je voorouders. En ik denk dat het is dat je er wel mee verbonden bent. Maar dat je wel je eigen plek inneemt in het systeem. En dat je je eigen lot draagt. En volledig in je kracht komt en volledig je eigen potentie leeft. Ja, en dat lot wat jij zegt, hè, dat ze dat lot dragen voor hun ouders, misschien wel grootouders. Gaat het dan altijd over de oorlog? Nee, het gaat niet altijd over de oorlog. Oorlog heeft heel veel trauma gegeven. Een trauma waar niet over gesproken wordt. Ja, en wat afgesplitst wordt, dat wordt vaak doorgegeven aan volgende generaties. Maar trauma zit op veel meer dingen. We hebben natuurlijk ook in Indonesië, of in Nederlands-Indië, was het concubinaat was ook iets wat een groot thema was. Dus de Nederlandse mannen, er waren niet genoeg Nederlandse vrouwen voor. En dus ze namen vaak een njai, die zowel hun huishoudster was, maar ook hun seksuele partner, zou ik het maar noemen, en ook hun kinderen, zeg maar, in de wereld zetten. Ja. Maar dat is natuurlijk het systeem waarbij bij vrouwen niet getrouwd zijn. Ze staan aan de zijlijn, ze nemen niet deel aan de tafel. Dus dat soort dingen, dat soort patronen worden ook doorgegeven. Dus een beetje dat laat ook sporen na, zeg maar, dat soort dingen. Dus die ingewikkelde relaties, die veel scheidingen. Ik bedoel, die concubines werden ook vaak weggestuurd. En dan kwam er een nieuwe vrouw, een Nederlandse vrouw. Ja, dat soort dingen, dat geeft ook trauma. En dat wordt ook, dat laat ook sporen achter. Ja, en kan jij misschien een heel concreet voorbeeld geven waar mensen als rode draad, bij wijze van spreken, zich aanmelden bij Indisch Goud? En hoe dat dan verloopt tijdens zo'n, wat er in de mensen zelf gebeurt en hoe ze dan weer de deur uitgaan? Wat voor groot trauma hebben ze? Hoe uitzicht dat? Wat gebeurt er? En hoe gaan ze de deur dan weer uit? Ja, ik denk niet dat het één ding is waarmee ze komen. Maar ik denk wat een groot thema is, sowieso, is dat mensen niet helemaal hun plek innemen. Dat ze daarmee binnenkomen. En dat ze niet zichzelf helemaal zichtbaar en hoorbaar kunnen maken. Dus dat is iets dat we heel veel horen. En dat is als je niet in de juiste plek in je familiesysteem staat.
dan gebeurt dat ook. Dus je hebt op je juiste plek in je systeem te staan. Dus je bent de dochter van je ouders en de kleindochter van je grootouders. Ja. En als je kinderen hebt, dan staan de kinderen voor je. En je hebt je ook te verbinden met waar je vandaan komt, maar met alle delen. Wat je vaak ziet is dat vooral Indisch Nederlanders, die zijn wel verbonden met hun Nederlandse deel. Want dat was, ja, even gechargeerd gezegd, het Nederlands was natuurlijk in de koloniale tijd was beter. Ja, Dat stond zeker. gewoon hoger in rangen en standen. En ik vind het nog steeds moeilijk om uit te spreken, omdat ik het in de kern niet is wat ik wil dat het is. Dus in het Indische en het Indonesische, dat werd als minder gezien. Maar dat wordt dus ook, daar zijn mensen dus ook niet minder mee verbonden. En dat hebben ze geen eens door dat dat zo is. Maar dat is generaties lang al doorgegeven, natuurlijk. Dus wat we doen is ze verbinden met iedereen die voor ze is. Dus, en te verbinden met al die bevolkingsgroepen die door ze heen stromen. En wat er dan vaak gebeurt op zo'n evenement, is dat ze ontdekken van, hey, hier zijn meer mensen zoals ik, die tegen dezelfde patronen aanlopen. Ja, ook Dat is dat. één. Dus Ja. de verbinding met elkaar. Ze voelen zich verbonden met hun oorsprong, dus met waar ze vandaan komen, maar ontdekken ook van, oh, maar wacht, ik draag hier iets voor iemand anders, wat niet aan mij is. Ze gaan hun eigen plek innemen. Wat je vaak ook hoort dan, is dat ze dan een gevoel ervaren van thuiskomen. Van, oh, ik voel me heel erg thuis hier. Ik voel me verbonden met elkaar. Ik voel me verbonden met mijn verleden. En ik voel me ook daardoor meer verbonden met mijzelf en wie ik in de kern ben. En ik kan daardoor ook meer in mijn lichaam zakken en meer mijn lichaam voelen en mijn emoties voelen en daar uiting aan geven in plaats van dat altijd maar te onderdrukken, want er wordt zoveel onderdrukt. Dus ze gaan eigenlijk bevrijd de deur uit, omdat ze die opgelegde en vaak ook door zichzelf opgelegde lasten nu hebben kunnen teruggeven, kunnen plaatsen waar het bij hoort, zodat ze op hun eigen plek weer kunnen staan en eigenlijk Ja. alleen maar verantwoordelijk dan ook zijn voor zichzelf. Ja, precies. Je bent verantwoordelijk voor je eigen lot en voor dat van niemand anders. Ook niet voor dat van je kinderen bijvoorbeeld, hè? Dat ook. Ja. Ja, want Dat, over ja. kinderen gesproken. Stel dat al die mensen die best wel trauma's in zich dragen vanwege het Indische leed. Stel je voor dat zij er niks aan doen. Wat is in jouw ogen dan het grootste, het scenario wat er dan kan plaatsvinden? Nou ja, laten we ten eerste stellen dat niet iedereen heeft last van transgenerationeel trauma. Dus niet alles wordt doorgegeven. Dus dat is al één, hè? Dus de ene draagt, ja, iedereen in een gezin draagt verschillende dingen. Maar wat je vooral ziet, nou ja, wat ik net al in het voorgesprek even al zei, van een eerste generatie beleeft trauma. Een tweede generatie die voelt dat het er is, maar die weet ook dat daar niet over gesproken mag worden. En de derde generatie gaat dat wel bespreken. Mooi gezegd. Wat je dus merkt is dat de derde generatie die voelt dat er iets is, die voelt dat er ergens niet over gesproken wordt. En die gaat dan wel daar, die gaat zoeken eigenlijk van, goh, waar ligt dat eigenlijk aan? Want is het zo dat, en dat geldt sowieso met al het systemisch werk, denk ik, dat als jij een blokkade hebt en dat heeft dan te maken met voorouderlijnen en je doet er niks aan of weinig aan, dat je het dan ook, dat de kans heel reëel is, of het risico, dat je het doorgeeft aan de volgende generaties. Ja, dat is wel reëel. Het punt is dat je op een gegeven moment niet meer weet waar het vandaan komt. En dan wordt het een deel van je identiteit, zeg maar. Dus dat is wat er vaak gebeurt. Dus de eerste generatie weet waar het vandaan komt. Die weet wat er is gebeurd. De tweede generatie weet dat er iets gebeurd is, maar voelt alleen dat er iets gebeurd is. En bij de derde, dan is het een soort van, hè, maar ik voel dit, maar waar komt het dan vandaan? Waarom ben ik verdrietig eigenlijk? Ik heb helemaal niks meegemaakt. Mijn leven is eigenlijk heel normaal, zeg maar. En dat wordt en bij de vierde generatie is echt al onderdeel van de persoon zelf. Dus ja.
En dat is op collectief niveau is dat ook zo. Dus je ziet het ook in hele bevolkingsgroepen. Dat er in de eerste generatie een bepaald trauma is geleefd. En dat dat dan doorgegeven wordt aan volgende generaties. En dat bij dat vierde generaties dan bijvoorbeeld heel erg gaan strijden voor dat ideaal. Dus bijvoorbeeld dat ze heel boos zijn op... bijvoorbeeld met een slavernijverleden, dat ze heel boos zijn op de Nederlanders. Terwijl dat eigenlijk de boosheid is die bij die eerste generatie hoort. En die is niet aan hun om te dragen. En je mag wel het zichtbaar maken en je mag het wel bespreekbaar maken. Ik denk dat dat juist heel erg nodig is. Maar je hoeft het niet te dragen. Maar dat hebben ze geen eens door dat ze dat doen. Dus, ja. Dus dat is op groter niveau gebeurt dat dus ook. En dat is... ik denk dat daar wel meer bewustzijn over mag komen. Ja. Mooi uitgelegd, Naomi. Ik wil gaan naar je nieuwste geesteskind. Wat jij samen met Leon Kempes, die ik eerder in een vorige serie ook al heb geïnterviewd. Jullie hebben een kaartenset ontwikkeld met de smakelijke naam Spekkoek. Spekkoekkaarten of kaartenset? Hoe heet het officieel? De Spekkoekkaartenset, ja. Spekkoekkaartenset. Wat is dat? Ja, nou ja. Het is een kaartenset. Leon had altijd al de droom om een kaartenset te maken. En ik hou van alles wat kunstzinnig is. En we zijn er samen op een gegeven moment achter gekomen wat dan het thema van de kaartenset zou worden. Wat wil je dat ik uitleg? Wil je eerst dat ik uitleg waar spekkoek vandaan komt? Of wil ja, je de dat ik naam. al gelijk... Waarom spekkoek? Waarom spekkoek? Nou ja, sowieso, spekkoek is heel erg Indisch. En iets wat we heel erg lekker vinden. Maar wat het ook is, is het is heel erg gelaagd. Ja. En het zijn zowel donkere als lichte lagen. En ik denk dat het leven ook heel erg gelaagd is. Dat we een bepaald deel van onszelf laten zien. Maar dat daaronder zit nog veel meer. Dus we hebben verschillende lagen als mens. We hebben verschillende lagen in ons leven. En dus sommige dingen zijn bewust en andere zijn onbewust. Nou, het is ook licht en donker. We hebben dingen van onszelf die we heel graag willen zien. Dus we willen heel graag ons enthousiasme zien en onze passie en onze vreugde en de mooie dingen in het leven en onze successen vieren. Maar we hebben ook kanten van onszelf die we niet leuk vinden en die niet zo fraai zijn ook gewoon. En die heeft iedereen. En degene die zeggen dat het niet zo is, dat is bijna eng. Want je hebt altijd delen in jezelf waar je niet zo graag naar wil kijken. Dus juist de pijn en het verdriet en juist ook, nou ja, hoe ga je om met macht of hoe afhankelijk ben je, dader- en slachtofferdynamieken. Dus dat soort dingen, dat zit meer in de donkere hoek van het leven en daar willen we niet graag naar kijken. Maar als je alles maar altijd onderdrukt, dan komt het juist naar boven op momenten dat je het niet wil. Dus soms is het beter om wel te kijken naar die donkere stukken en... onbewuste dingen bewust te maken, want dan zit er ook potentie in, dan kan er ook kracht in zitten. Want je hebt ook, zeg maar, juist in het donker goede zaadjes. En dat zie je ook op die kaart licht en donker bijvoorbeeld. Ik zou maar ja, gelijk laat eens even wat laten zien. zien. Ja. Ja. Het is juist in het donker dat een zaadje geplant wordt en waar die in de bodem, ja, daar waar de voedingsstoffen zit. En pas als het zaadje er klaar voor is, komt hij naar boven in het licht. Dus dan groeit hij naar buiten in het licht. Dus er zit ook in juist schatten bijvoorbeeld. Die worden in de donkere grotten gevonden. Die vind je niet in het licht. Dus er zit, zeg maar, in het donker zitten we stukken waar we niet naar willen kijken. Maar er zit ook ongebruikt potentieel soms in. Ja, eigenlijk, Dat als ik dan weer mag terugkoppelen naar de naam Indisch goud, dat geeft het ook al aan, hè? Ja, Er zit daar zit het zoveel ook in. goud, ook in dat leed en in de voorouderlijn. Dus dat we daar ook naar mogen kijken. Maar ik onderbrak je. Ga Ja, verder nee, maar met de kaart. Maar dat is absoluut zo, hè? Dus het gaat er inderdaad om dat je door dingen zichtbaar en hoorbaar te maken en er woorden aan te geven, en dat er ook dus juist schatten worden gevonden en dat er ook juist kracht en potentie in zit. En dat de lading ook eraf gaat en dat het gelaten kan worden waar het hoort. Kan je nog een kaart laten zien? Ja, nou ja, ik denk oorsprong, daar hebben we natuurlijk al heel uitgebreid over gehad, hè? Maar de kaart oorsprong, grappig genoeg als je deze kaart naast elkaar legt, daar kom ik later achter.
Kijk, bij licht en donker heb je een zaadje. En dat ontstaat uit het mannelijke en het vrouwelijke. Dus een mannelijke heeft het zaadje vast en een vrouw, ja, voor mij, hè, dus wat ik erin zie, die beschermt het. Maar ja, uit diezelfde kringen die hier zitten, de donkere en de lichte lagen, ontstaat hier ook de boom uit. Het komt allemaal uit dezelfde bron. Ja, dat die naam spekhoek wordt mij steeds helderder, moet ik zeggen. Ja, dus uit de oorsprong gooit de boom en uit de boom ontstaat de vrucht. Ja. Dus, en deze kaart gaat voor mij heel erg over je verbinden met je oorsprong. Dus zowel met je voorouders, maar ook met de landen waar je vandaan komt. En misschien ook Dus. die onzichtbare, althans op die kaarten onzichtbare wortels. Ja, deze, en die zijn hier ook weer onzichtbaar, hè? Ja. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. En ze hebben invloed op jou als persoon en hoe jij je gedraagt en hoe je je manifesteert in de wereld. Dus als je daar niet mee verbonden voelt, dus als je de wortels afhakt, ja, dan krijg je ook niet genoeg voeding binnen om jezelf te voeden en om je volle potentieel te leven. Dus als je je niet verbindt met je wortels, hoe kan je dan ooit vrucht gaan dragen? Volledig vrucht gaan dragen, hè? Ja. Dus. Oké, kan je er nog eentje laten zien? Ja. Nou, de kaart ontheemding. Ja, die is wel heel duidelijk, ja. Ja. En, ja, ga wat verder. wil je vragen? Nou ja, ik eigenlijk al een vervolgvraag, dus vertel iets meer over deze kaart, Naomi. Ja, nou ja, ontheemding is voor mij een kaart. Dat is ook iets, een thema wat je heel vaak bij mensen met een migratieachtergrond ziet. Ze zijn vaak gedwongen gemigreerd. Dus in het geval van mijn vader bijvoorbeeld ook. Hij is hierheen gekomen omdat hij moest. Hij had er niet zoveel keus in. Het was niet veilig meer. Maar gedwongen migratie, als het niet bewust wordt gedaan, laat sporen achter. Vaak laten we iets van onszelf achter. Je ziet hier ook dat de maan huilt. Dus wat je vaak ziet is als mensen gedwongen moeten verplaatsen, is dat ze hun hart achterlaten waar ze vandaan komen en dat ze niet meer alles voelen. In sommige gevallen voelen ze ook daadwerkelijk niks meer in hun lichaam en in hun emoties en zijn ze heel erg mentaal geworden. Voor mij zit in ontheemding ook, ja, van waar voel je je thuis? Hè? Dus wat ik net ook al aan het begin van het gesprek zei, voel je je ooit ergens thuis? Wat ik er ook in zie is dat het onderweg zijn. Hè? Dus je ziet heel veel ook bij mensen met een migratieachtergrond dat ze zich heel erg senang voelen bij het onderweg zijn, maar dat ze nooit echt ergens aankomen. Ja. Maar hoe kan je vertrekken als je ooit ergens bent weggegaan, maar nooit echt helemaal daar vertrokken bent? Hoe kan je dan ooit ergens aankomen? Ja. En wat van jezelf heb je dus nog mee te nemen of op te halen om hier daadwerkelijk helemaal te zijn? Ja, Ja, dat zijn thema's. in mijn boek beschrijft dat ook. Het is niet van mijzelf, maar inderdaad de symboliek van onze ouders, onze grootouders, die hebben dan, ik weet even niet uit mijn hoofd, zoveel kilometers fysiek afgelegd om naar het nieuwe thuisland te gaan. Maar ze zijn ja, in vele gevallen nooit uit hun lichaam, uit hun hoofd vertrokken. En, want als je dat bekijkt, dat is slechts, wat is het, een kleine 40 centimeter van je hoofd naar je hart. Ja. Dus daar zijn ze eigenlijk nooit vertrokken. Dus dat is eigenlijk min of meer hetzelfde wat jij zegt, maar dan anders uitgelegd. En dat Ja, maar dat is het, hè? Ja. Ja, en dat home is where the heart is. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk thema is. Ja, precies. En dat zit echt ook wel in deze kaart, hè? Dat, mooi ook dat je daar nu opkomt, inderdaad. Maar dat is inderdaad, home is where the heart is. Dat geldt voor mij ook. En ik denk dat veelal Indische mensen, dat hun hart nog in Nederlands-Indië ligt. Ja. Mijn vader heeft ook ooit gezegd, hij wilde eigenlijk, eerst wilde hij nooit terug naar Indonesië. Maar dat is gewoon het trauma, hè, van daar weg moeten gaan. Uiteindelijk bij de tsunami zei hij, maar dit zijn mijn mensen die verdrinken. Dus toen was hij al een stap verder. En laatst zei hij tegen me van, ja Naomi, maar ik ben zo bang dat als ik terug zou gaan, dat ik niet meer kan stoppen met huilen. Want dat is mijn thuis. Ja. En dat is het hem, hè? Dus. Ja, het zit heel, heel erg diep, ja.
Ja, precies. Ja, en hoe Hey, kan je maar de dan ooit weer kaarten, thuis voelen? wie heeft die mooie tekeningen gemaakt? Heb jij dat Ja, de gedaan? tekening. Nee, was het maar Okay. zo. Maar ja, het Nee. zit in jouw familie, heb jij verteld. Ja, zeker. Ja, Ja. zeker. Ik hou wel van tekenen hoor. Maar niet. Nou ja, de tekeningen zijn gemaakt door Nina de Jonge van Studio Kakash. En dat heeft ze gedaan eigenlijk aan de hand van de input die wij hebben aangeleverd. Dus kijk, wij hebben een kaartenset gemaakt met verschillende thema's, met 33 thema's, transculturele thema's die wij veel tegenkomen in onze coachingspraktijk. En daarvoor hebben we bij haar informatie over die thema's aangeleverd. Dus waar gaat het over? We hebben gedichten en poëzie aangeleverd, verhalen daarover verteld. En daarmee, eigenlijk afgestemd op dat wat wij aanleveren, gaat zij tekenen. En Ah, ja. vaak klopt dat echt. Nou ja, het is eigenlijk net zoiets als systemisch werk. Het werkt op precies dezelfde manier. Zij maakt eigenlijk zichtbaar waar wij het over hebben, waar wij ons mee verbonden hebben. Het is echt mega bijzonder, vind ik dat. Want het is altijd spot Ja. on, het klopt helemaal. En je ziet in sommige kaarten ook echt daadwerkelijk dingen uit onze gedichten terug. Dus dat is Mooi. ook wel heel erg mooi. Ja. En Naomi, voor wie is die kaartset eigenlijk bestemd? Want een beetje flauwe opmerking, vast niet voor alleen de mensen die weten wat spekkoek is of dat wel eens hebben gegeten. Nee, zeker niet. Nou, ik denk, het is eigenlijk voor drie verschillende soorten mensen bedoeld. Het is voor mensen bedoeld die van kunst en van kaartensets houden. Want ze zijn gewoon echt super mooi, vind ik zelf. Ja. Ze zijn bedoeld voor mensen die inzicht willen krijgen in hoe bepaalde thema's in hen zelf doorwerken. Die graag dingen die onbewust zijn bewust willen maken. Die licht willen schijnen op donkere stukken. En daar juist kracht uit willen halen en potentie uit willen halen. Dus het is een soort van bewustwording, inzicht krijgen in jezelf, in je eigen patronen, in wat van jou is en wat van je voorouders is. Dus daar is het voor bedoeld. Maar het is ook een hele handige tool om in te zetten in coaching en therapie. Ja, precies. Want het is ook uitermate geschikt voor coaches en therapeuten. Juist omdat mensen die of zelf getraumatiseerd zijn of te maken hebben met transgenerationeel trauma. Trauma wordt in fragmenten opgeslagen in je hersenen. En vaak is er geen connectie tussen dat en het verhaal, het cognitieve stuk. En juist door met beeld te werken of door met kunst te werken, kan je iets daarin aanraken, kan je iets wat onbewust is bewust maken. En dan kan je ook makkelijker die connecties tussen die beide hersenhelften leggen, waardoor je er wel woorden aan kan geven. Dus daarom is het een hele handige tool, denk ik, om ook in coaching en therapie in te zetten, omdat het een ingang is om op verhaal te komen. Want wat we ook vaak merken is dat als we die kaarten aan mensen laten zien, is dat ze er allemaal zien ze er andere dingen in. En er komen altijd verhalen naar boven. Of dingen die ze vergeten waren. Van, oh wacht. Of er wordt iets in hen aangeraakt, in hun emoties. En dan kunnen ze gaan onderzoeken van, goh, maar van wie is dat nou eigenlijk? Is dat van mezelf? Is dat van iemand uit mijn voorouderlijn? Dus het raakt aan. Ja, Het maakt ingang. bewust. Het is Ja. een ingang om op verhaal te komen. En dus, nou ja, ook uiteindelijk dus om te helen. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat, dat bedenk ik me nu, dat bij families, dat, hè, die er open voor staan van, goh, wat is dat nou? Hè, voel jij je ook zo? En dat je dan gezamenlijk ook een kaart gaat trekken of meerdere. En dat dat ook een ingang kan zijn, dat dat ook het gesprek op gang brengt. En, maar ja, daar moet je inderdaad wel open voor staan. Maar ik kan me zo voorstellen dat het in een familiesetting toch ook een hele mooie tool is. Ja, zeker weten. Dat is inderdaad een hele mooie om te doen. Als je inderdaad dat is ook heel dapper, maar wel super mooi. En je kan verbinden met elkaar juist doordat je samen op verhaal komt en juist doordat je diepere emoties toont Ja. en met elkaar bespreekt. En we hebben het in deze trant ook gebruikt in groepswerk. Dus we gebruiken het ook op onze opstellingsdagen. We zijn ook door Polita een paar keer uitgenodigd om op naoorlogse generatiedagen te spreken. En dan gebruiken we het ook als tool om in gesprek te komen met elkaar. En dan stellen we er gericht vragen bij van bijvoorbeeld in het geval van oorsprong, vroegen we dan van
Waar kom jij vandaan? Waar komen je voorouders vandaan? Hoeveelste ben je in het gezin? Nou ja, dus eigenlijk een soort van genogram. Ja, dat is een systemische term, maar van gewoon een soort dat je je familiegeschiedenis uitvraagt en het even hebt over waar iedereen vandaan komt. Dus dan levert gelijk hele mooie gesprekken op. En mensen komen dan ook sneller tot verdieping, tot diepere lagen en tot diepere gesprekken door middel van zo'n kaart. Dus dat vind ik wel echt heel bijzonder en mooi. Ja. Ja, dat is het magische en het helende inderdaad van zo'n kaartset. Hoe kunnen de mensen eraan komen, Naomi? Nou, we hebben een crowdfundingscampagne lopen op Voor de Kunst. Omdat we het heel graag met de gemeenschap willen dragen. En nou ja, dan kunnen mensen alvast een kaartset kopen. En dan hebben wij de mogelijkheid om het ook daadwerkelijk te gaan drukken en de kaart te laten illustreren door Nina. Ja, dus via onze crowdfundingspagina op Voor de Kunst kan je het bestellen tot 23 december. Ja, eigenlijk zo. Oké, 23 december 2022 is de kaartset verkrijgbaar. Althans, je kan je inschrijven via de crowdfunding site. Hoe voor de kunst? Hoe heet dat? Op Voor de Kunst, ja. Op voor de kunst. Ik zal dat ook bij deze opname plaatsen. Dat mensen direct kunnen doorklikken daarnaar. Ja, superfijn. Hey. Ja. Ja, nou, we naderen zo'n beetje het einde van dit gesprek. Naomi, als ik jou nou vraag, hè, als jij werkt, ik werk ook mee met de Indische roots en mensen te helpen daar ook in die heling. Wat zou jouw wens zijn voor de tweede, derde, volgende generaties? Dus heel breed gezien. Wat zou jij graag zien als we nu bam, een reis maken in de toekomst? Hoe ziet het er dan uit? Nou, hoe het er voor mij uitziet is dat mensen weet hebben van waar ze vandaan komen, van hun geschiedenis, van de mooie kanten van onze geschiedenis, want die zijn er ook heel veel. Hè? Er zit ook een enorme schoonheid in onze geschiedenis. En dat ze zich daarmee verbonden voelen, maar daar niet gebonden aan zijn. Dat ze volledig hun eigen plek kunnen innemen, dat ze hun potentie kunnen leven, dat ze kunnen verschijnen met alles wat ze in huis hebben, met de lichte en donkere kanten en daardoor juist iets kunnen bijdragen aan de wereld. En dat onze kinderen daardoor ook gewoon, dat we het leven aan hen doorgeven. En dat zij ook gewoon kunnen doen waarvoor zij geboren zijn om te doen. Dat gun ik eigenlijk heel erg. Gewoon de kracht ervaren die uit onze voorouders en uit onze oorsprong komt. Jezelf volledig belichamen. Je verbinden met wie jij in de kern bent. En dan doen wat je te doen hebt. En wat je in je botten voelt, wat je te doen hebt. En ik hoop gewoon heel erg dat ik voor mijn eigen kinderen het voorbeeld ben. Dat je trouw moet zijn aan jezelf. Dat je je eigen hart moet volgen. Dat je de beweging voelt die jij volgt, die jij voelt dat je te maken hebt. En dat zij dat ook kunnen doen. Dus dat ze zo vrij zijn om dat te kunnen doen. En gewoon, het gaat uiteindelijk allemaal over liefde. Hè? Dus het doorgeven van liefde aan volgende generaties. Liefde, verbinding en heling. Gewoon dat we als heel mens hier kunnen zijn. Mooi. En heeft Naomi ook nog persoonlijke verlangens en wensen? Ja, je noemde het net eigenlijk al, van naar je eigen kinderen. Hoeveel kinderen heb je overigens? Want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Ja, ik heb drie kindjes en ik heb één miskraam gehad. Maar die hoort er wel ook bij. Dat Jazeker. Is, Ja. Ik heb, Wat heb je nog meer persoonlijke verlangens en wensen? Ja, eigenlijk heb ik het net al een beetje gezegd natuurlijk. Dus ik wil dus voluit leven met alles wat er is. Dus ik wil voluit de vreugde en de passie voelen. Maar dat betekent dus ook dat ik voluit de pijn en het verdriet ook te doorleven heb. Voluit leven met alles wat er is. De beweging volgen die ik te maken heb. En liefde en leven doorgeven, ja. Oké, nou mooi. Ja, en ik wil graag bewustwording en inzicht creëren. Dus ik vind het ook fijn als meer mensen weet hebben van deze thema's dan van hoe dit werkt, hoe dit van systemisch werk. Dat vind ik ook wel. Mooi.
Ik ga jou heel hartelijk danken voor dit mooie, waardevolle, warme gesprek. Ik ga de informatie die jij hebt gedeeld al, ga ik ook plaatsen bij deze opname, zodat mensen toegang hebben tot de kaartset. Dus Dank daar je ga ik wel. jou heel veel succes mee wensen en Leon uiteraard. Ja, dank je wel, Joyce. Ja. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer, Naomi. Ja, tot de volgende keer, Joyce. En dank je wel ook voor het waardevolle gesprek. Oké, dag. Dag.